Naar de afdrap van de nieuwe Nederlandse dramaserie Voetbal Mafia op een 3 hebben zondagavond 526.000 mensen gekeken. De nieuwe serie van de Cro SRV over de wereld van voetbal en maatfixing staat daarmee op de 16e plaats van de 25 best bekeken TV-programma's. Voetbalmafia Mafia vertelt over Joni de Graaf, Gim Vrikken. Die speelt voor een Italiaanse voetbalclub. Hij woont met zijn vrouw Renate, Sally Harmsen. En een fan in een mooie villa. Maar na een slechte periode en een conflict met de voorzitter van zijn club wordt hij op de transferlijst gezet. Langzaam verzeilt de graaf in de lousonde wereld van de sports. Waar voetballers niet meer dan handelswaar zijn. De eerste aflevering van de chocoladeshow op RTL4 trok 427.000 kijkers. Dat is niet genoeg voor een notering in de top 25. De Chocoladeshow is een talentenjacht waarin wordt gezocht naar de beste chocoladier van Nederland. De presentatie is in handen van Miljo Ska Witsehausen en Patissier Hide de Brabant de De lijst van Stichting Kijkonderzoek, SCO, wordt aangevoerd door Studio Sport Eredivisie met 2,3 miljoen kijkers. De show Maestro trok 1.976.000 kijkers. Op de derde plaats staat Ik Vertrek met 1.771.000 kijkers.